Ik snap echt niet hoe Jennifer Lopez dit doet. Het is een soort fluffy of zo. Zoveel honger, echt. Mijn maag knort gewoon. Ah, nou, ik kan deze twee smoothies echt niet aan. Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe serie op mijn kanaal. Dit is een serie en het heet 1 dag. En in deze serie wil ik eigenlijk verschillende dingen gaan uitproberen voor 1 dag. En vandaag leek het me leuk om te gaan eten als een beroemdheid. En de beroemdheid waarvoor ik heb gekozen is Jennifer Lopez. Want ik was eigenlijk een beetje op internet aan het zoeken. En ik kwam een artikel tegen waarin zij helemaal vertelde wat ze precies at op een dag. Dus het leek me heel erg leuk om dat vandaag te gaan volgen. Want ik ben zelf een persoon die best wel vaak hetzelfde ontbijt en dezelfde lunch eet. En niet omdat ik het lastig vind om nieuwe recepten uit te proberen of omdat ik er geen tijd voor heb. Maar ja, eigenlijk omdat ik dan een bepaald ontbijt of lunchrecept heb gevonden. Wat ik dan zo lekker vind dat ik het gewoon elke dag eet. Maar door deze serie leer ik echt, ja, nieuwe recepten uitproberen. Dus het is nu 10 voor 10. Laten we beginnen met het ontbijt. Oké, Jennifer begint de dag met een smoothie. Het ziet er niet uit als een hele vullende smoothie, maar ja, ik ben benieuwd. Misschien gaat het me verbazen. De hoeveelheden stonden erbij in cups. En cups gaan in milliliters, dus niet in grammen. Dus het was heel lastig om het over te zetten. Maar ik heb het geprobeerd. Ik heb hier nu 75 gram aardbeien. 50 gram blauwe bessen en frambozen. 150 milliliter water. 60 gram Griekse yoghurt. Ik heb hier een zakje met eiwitpoeder. En dan heb ik nog een paar dingen niet klaargezet. Dat is lemon juice, honey en cinnamon. Het is een soort fluffy of zo. Komt zeker door dat poeder. Even proeven. Zo, proef eens. Zo lekker zeg. Oké, nou ik heb 2 smoothies ervan kunnen maken. Normaal gesproken zou ik er 1 aan Ivo geven. Maar omdat dit echt mijn ontbijt is, ga ik ze allebei zelf opdrinken. Ik ga eventjes een goede slok proeven. Het is echt mega lekker. Ik snap het niet. Het is heel dik, het komt bijna niet door het rietje. Maar het is ook heel luchtig en fluffy. En het komt echt door dat eiwitpoeder, denk ik. Dat gebruik ik bijna nooit. Het maakt bijna naar een milkshake. Ik zou er denk ik wel iets meer water bij doen in het vervolg. Maar ja, dat doet Jennifer Lopez ook niet. Dus ik ga mijn ontbijtje even opdrinken. Misselijk. Ik ben pas op de helft van dit glas. Het is best wel voren. Misschien drink ik het ook te snel. Ja, je moet het wel rustig doen. Oké, ik heb 10 minuten gedaan voor de eerste smoothie. Ik ga nu beginnen aan de tweede. Oh, nou, ik kan deze 2 smoothies echt niet aan. Ik zet er normaal denk ik 1 als ontbijt drinken. Maar ja, als je dan ziet wat erin gaat, is dat helemaal niet veel. Maar ik zit zo vol. Maar goed, ik ga er nog even tegenaan. Nog 4 slokken. Het is nu 1 uur en ik sta weer in de keuken. Ik heb best wel een beetje honger. Een kwartiertje geleden had ik dat nog niet. Ik was wel heel erg moe deze ochtend. Ik denk dat het komt omdat het ontbijt eigenlijk bijna geen koolhydraten bevat. Want normaal eet je wel iets van brood of iets van muesli of zo. Maar dat had dit ontbijt helemaal niet. Dus ik was wel vol, maar ik had eigenlijk geen energie. Dus het komt goed uit dat ik nu lekker lunch kan gaan maken. Als lunch eet Jennifer Lopez een salade met 100 gram boerenkool, 20 gram parmezaanse kaas, 30 gram pompoenpitten, dus heel erg veel, maar ik hou er wel van. Een shallotje, wat vers citroensap, 1 eetlepel olijfolie en een snufje zeezout. Het is niet een hele grote salade, maar er gaan wel veel pompoenpitten in en ook best wel veel olie. Dus misschien is het wel vullend. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken, dus ik ga het maken. Is af. Het is best wel een beetje een kale salade of zo, maar het ruikt wel echt heel erg lekker. Die pompoenpit heb ik geroosterd van tevoren. Dus ja, dat ruik je heel erg. En je ruikt heel erg olijfolie. Ik ga een hapje proeven. Oké, het is heel lekker. Je proeft heel erg citroensap.
En die Parmezaanse kaasflakes maken het heel lekker. Die pompoenpitten geven een beetje een bijter aan. Ik zou dan wel iets nog erin toevoegen. Iets zachts of zo. Zoals ja, misschien kikkererwten. Of iets van een vegetarische burger. Maar de smaak is heel lekker. Oké, ik ben nu de salade aan het eten. Lekker in bed, want ik kijk YouTube. Maar dit is volgens mij de allereerste keer dat ik boerenkool als een soort van sla heb gebruikt in een salade. En ik moet zeggen dat het wel echt lekker is. Het heeft een soort stevigere bite dan sla. En het heeft niet een hele uitgesproken smaak. Dus ja, dat ga ik wel zeker onthouden. Oké, mijn salade is op. En ik snap echt niet hoe Jennifer Lopez dit doet. Maar ik zit hier echt totaal niet vol door. Door het ontbijt wel echt, maar nu niet. Dus nou ja, ik ga even mijn thee drinken. En ze eet één tussendoortje, dat is een appel. Dus ja, die zou ik nog kunnen eten. Maar dan moet ik wachten tot het avondeten daarna. Dus ik ga nu nog niet die appel eten. Ik weet ook niet hoe ik deze video's nou echt goed maak. Want ja, als ik echt nog honger heb, moet ik dan precies dat dieet van die beroemdheid blijven volgen? Of ik weet het niet, maar oké, ik ga even mijn thee drinken. Het is 2:30, eindelijk tijd voor een appel. Ik heb er heel veel zin in. Nou, het is nu bijna 4 uur en ik heb echt zoveel honger. Echt, mijn maag knort gewoon. Dus ja, ik ga dit niet als challenge zien van ik moet dit volhouden of zo. Het is gewoon leuk om nieuwe recepten te ontdekken. Dus ik ga eventjes, op de website stond dat Jennifer Lopez 1 chocolate chip cookie als toetje nam. Dus die heb ik gekocht. Maar die ga ik gewoon eventjes nu als tussendoortje nemen. Oké, en even een boterham met appelstroop, want ik kan het niet aan. Het is nu 5:30 en het is tijd om avondeten te maken. Ik heb niet echt meer honger, dus die boterham heeft me wel echt de middag doorgeholpen. En ja, wat Jennifer Lopez als avondeten had in dat artikel, was spruitjes. Ze gebruikt hier 100 gram van. 150 gram zoete aardappel. En een boneless chicken wing. Nu heb ik vegan boneless wings. En dat is dan niet echt een kippenpoot, maar dat zijn dan, ja, hier zitten 6 kleine kippenpootjes in. Dus ik ga er dan de helft hiervan eten. En normaal gesproken kies ik niet snel spruitjes uit om te eten. Ik lust het wel gewoon, maar ja, als ik dan toch avondeten wil gaan uitkiezen, denk ik nooit van, nou, ik heb echt zin in spruitjes. Er is altijd wel iets waar ik meer zin in heb. Dus het is wel leuk dat ik weer even spruitjes eet, want ja, die heb ik lang niet op. I wish I could find it. Is klaar. Dit is het. Voorzichtig dat het er niet afvalt. Ik ga het lekker opeten. Het ziet er heel lekker uit. Ik hoef het niet echt te proeven, denk ik, want alle smaken ken ik al. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Avondeten is op. En ja, dit was eigenlijk alweer mijn dagje eten als Jennifer Lopez. Ze had dus nog wel een toetje, maar dat koekje heb ik al op. En verder eet ze voor heel de avond niks meer. Nou, ik weet niet of ik me daaraan ga houden, maar ja. Ik ga de video hierbij afsluiten. Wat ik echt heb geleerd in deze video is dat voor één iemand werkt qua eten, hoeft niet voor jou te werken. Iedereen heeft echt zijn eigen dingetjes, ja, die hij lekker vindt en waar hij goed de energie van krijgt en zo. En nou, ik weet zeker dat wat Jennifer Lopez eet, dat dat niet hetgene is voor mij. Ik vond het niet, ja, heel fijn. Ik kreeg er niet heel veel energie van. Ik vond de gerechten op zich wel lekker. Ze smaakten goed. Ik ben erachter dat ik boerenkool heel erg lekker vind in een salade. Dus dat recept ga ik zeker onthouden. Maar dan meer als een soort bijgerecht bij het avondeten of zo. Laat me zeker beroemdheden weten als ik de volgende dag een dagje moet gaan eten. En ja, dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!